We weten het zo langzamerhand wel. Donkere wolken boven de winkelstraten. Consumentenvertrouwen neemt af. Het vertrouwen bij de leverancier neemt ook af. En wellicht komen er nog meer faillissementen. En dan opeens is er een pareltje. Een pareltje in de vorm van Action. Action maakte de cijfers bekend van het afgelopen jaar. En die waren, kortweg gezegd, briljant. Men had te maken met een omzet van 8,9 miljard. En dat was een stijging van dik 50%. En de like-to-like, dus bij hetzelfde aantal winkels, hadden we te maken met een omzetstijging van 18%. De winst steeg ook met 46% naar 1,2 miljard. En dat doen ze allemaal in 2250 winkels. Elke week komen er ongeveer 40 winkels bij. En die gaan nog door, want ze zien nog grote markten in Spanje en Slowakije. Deze parel heeft natuurlijk bepaalde redenen. Waarom is Action zo aantrekkelijk? Zijn het alleen de lage prijzen? Natuurlijk, dat ook. Maar ze verrassen ook consumenten. Ze hebben heel veel artikelen die een korte omloopsnelheid hebben. En er komen weer andere artikelen van de plaats. Soms dezelfde en soms andere. Ze hebben een heel breed assortiment. Ze verkopen zoveel. En als je dan naar de winkel toe gaat, 95% van de bezoekers van Action, die koopt ook inderdaad iets. En vaak zijn het niet geplande aankopen. Je wordt verrast door het aanbod. Wat we daarnaast zien, is toch ook een strategie. De CEO op het ogenblik van Action is Hajir Hayi. En die werkt al 20 jaar en heeft van onderaf naar boven gewerkt. Die weet precies wat klanten willen. Die weet toch precies waar de bottleneck zijn. En die weet ook precies waar de kansen zitten. Dus een gedurfde keuze voor de CEO, maar wel een praktische keuze. En dat praktische is typisch voor Action. Ze hebben goedkope panden op goedkope locaties, B-locaties. Ze zitten ook vaak in dorpen en plaatsen waar zij de grote attractie zijn voor een winkelstraat. En natuurlijk, ze hebben expansie. Maar wat ik heel cruciaal vind bij Action, is het terugkomgedrag van klanten. Steeds meer klanten die blijven regelmatig terugkomen en er komen ook steeds meer nieuwe klanten bij. Dus misschien is dit wel een gouden regel voor de winkels tegenwoordig. Kijk naar je bezoekersfrequentie en kijk of het aantal klanten ook groeit. En dat is een sleutel bij Action. Want daarmee worden ook bestaande filialen steeds aantrekkelijker. Vandaar die 80% groei bij die bestaande filialen. Meer bezoekers die vaker komen. En deze sleutel kunnen we iedere ondernemer aangeven. Probeer klanten aan je te binden. Probeer ze terug te laten komen. Hoe dan ook, u bent de ondernemer. U kent uw klanten. Motiveer ze om te kopen en verras ze in uw winkel. Dat is het succes van Action.